Zoals in de vorige video besproken, zou men de generaal Reinders zijn strategie uiteindelijk terugtrekken op de nieuwe Hollandse waterlinie. Op dat moment zouden de inundaties daar compleet moeten zijn en bleven voor een vijand maar weinig plaatsen over waar deze kon doorbreken. Op deze accessen kon dan de Nederlandse verdediging worden geconcentreerd. Er waren ook nadelen. Verdragende artillerie van de vijand zou belangrijke steden kunnen beschieten, zoals Amsterdam. Graafwerkzaamheden zouden in het achtergelegen vlakke land door de grondwaterstand moeilijkheden opleveren en artillerieopstellingen waren moeilijker te camoufleren dan in het bosrijke gebied van de Grebbelinie. Ook zag de commandant veldleger, baron van Voorst tot Voorst, weinig kans verslagen in de terugtocht op de nieuwe Hollandse waterlinie doordat de vijand over een beproefd luchtwapen, gemotoriseerde troepen en tanks beschikte. Baron van Voorst tot Voorst pleitte ervoor om de hardnekkige verdediging in de Grebbelinie te voeren. Hij achtte de aanleg van twee grote stellingen te kostbaar. Daarnaast wilde de commandant veldleger, die het bevel voerde over de troepen in de Grebbelinie, niet dat zijn troepen uitsluitend in gefixeerde stellingen werden geplaatst. Hij stelde dat door alleen te verdedigen men het initiatief overliet aan de vijand. Slaagde de verdediging, dan kon alleen tijd worden gewonnen, maar nooit een beslissing worden geforceerd. Het veldleger zou dus aan een uitzichtloze strijd beginnen die alleen op een nederlaag zou kunnen uitlopen. De Bron pleitte voor een wijziging van zijn taak, waardoor hij de verdediging mobiel en offensief zou kunnen uitvoeren. Saillant detail is dat de commandant veldleger in een intern stuk uit dezelfde periode zichzelf spiegelde aan grote veldheren uit het verleden zoals Frederik de Grote, Helmoet van Moltke en stadhouder Willem III, om vervolgens te concluderen dat uit de door Reinders gekozen concentratie geen goede operatieplannen viel af te leiden. Alhoewel de commandant veldleger in theorie gelijk had, is het de vraag hoe uitvoerbaar zijn offensieve operaties zouden zijn. In mei 1940 bleek namelijk dat, met uitzondering van de troepen rondom Den Haag, het Nederlandse leger niet geschikt bleek te zijn voor offensieve operaties. De lichte divisie, die als de meest competente divisie werd beschouwd dankzij de vele beroepsofficieren en motorisatie, zou in de meidagen bijvoorbeeld jammerlijk falen in de aan haar enigszins bizarre opgelegde taken. Daarnaast zou het veldleger nooit zelfstandig de Duitse strijdkrachten kunnen verdrijven. Daarvoor was een sterke bondgenoot nodig, zoals Frankrijk. De benoeming van Reinders tot opperbevelhebber der Land- en Zeemacht, OLZ, op 28 augustus 1939 en de daaruit volgende algemene mobilisatie die goed verliep, schiep een nieuwe situatie in de bevelsverhoudingen. Reinders was in deze nieuwe functie de meerdere van de commandant veldleger. Deze accepteerde Reinders' plan tot in zoverre dat hij de aanleg van een voorbereide stelling in de Gelderse Vallei accepteerde. In hetzelfde jaar, september 1939, vond er een bespreking plaats tussen Reinders, de minister-president De Geer, de minister van Defensie Dijkshoorn en de minister van Buitenlandse Zaken Van Kleffens, onder leiding van koningin Wilhelmina. In deze bespreking zette de OLZ zijn verdedigingsplannen uiteen. Minister Dijkshoorn had hier kritiek op en zette vervolgens uiteen wat volgens hem de strategie zou moeten zijn. Belangrijk om te weten is dat deze minister van Defensie zelf ook militair was en had gestudeerd op de École Supérieure de Guerre in Parijs, de gezaghebbende Franse hogere krijgsschool. De minister beschouwde zichzelf als dé expert op het gebied van de krijgskunde. Door zijn uitgebreide kennis van defensievraagstukken, die vooral geënt waren op het Franse militaire denken, was hem gevraagd de post van minister van Defensie in het kabinet de Geer in te nemen. Echter had deze militaire kennis ook een keerzijde. Doordat Dijkshoorn dacht dat hij dé expert was, voelde hij zich superieur aan de opperbevelhebber op militair gebied. Het ging zelfs zo ver dat Dijkshoorn aan de enquêtecommissie regeringsbeleid in 1948 vertelde dat hij alleen aanvang bepaald niet een bewonderaar was van generaal Reinders. Lang had hij getwijfeld of het onder de gegeven omstandigheden misschien beter was een andere generaal voor te dragen. Eppo Hero Brongers schrijft in zijn broek generaal Reinders een miskend bevelhebber het volgende. Ik citeer: de minister begon nu allerlei zaken te controleren die onder de bevoegdheden van Reinders vielen. Telkens bleek dat hij daarmee Reinders in discrediet wilde brengen. Al deze initiatieven achter de rug van de generaal om verhoogde de animositeit tussen beide autoriteiten in niet geringe mate. De bedoeling van Dijkshoorn was duidelijk. Hij wilde van de opperbevelhebber af. Einde citaat. Nadien kunnen we vaststellen dat de minister zich met tactische en strategische vraagstukken ging bemoeien, waarmee hij zijn boekje ver mee te buiten ging, waardoor hij in feite zelf voor opperbevelhebber ging spelen. Nog kwalijker was dat Dijkshoorn het beleid van Reinders begon te saboteren.
Voorstellen betreffende het beschikbaar stellen van belangrijke fondsen waren nog steeds in overeenstemming met de regeringsopdracht, maar bleven desondanks onbeantwoord. Reinders werd gedwongen een keuze te maken tussen de Grebbe-linie of de Hollandse Waterlinie, waardoor belangrijke bouwprojecten werden uitgesteld totdat een definitieve keuze was gemaakt. Na meerdere besprekingen tussen de legerleiding en de regering bleek dat de huidige situatie niet te handhaven was. Nog voor kerstmis 1939 had de minister al gezegd: die Ventweg of ik. Ondertussen was de minister al bedrijvig op zoek naar een andere opperbevelhebber. Hij vond die in de reeds gepensioneerde generaal H.G. Winkelman, die tijdens de strijd om de functie van chefstaf het tegen Reinders aflegde. Toen bekend werd dat Winkelman instemde, reageerde Dijkshoorn met de volgende woorden: hoera, we hebben hem gestrikt. Reinders werd niet op de hoogte gebracht van deze ontwikkelingen. Tijdens de voorafgaande besprekingen bleek de minister ook tussen de besprekingen door, zonder Reinders hiervan op de hoogte te stellen, met andere militairen, zoals de commandant veldleger, te ontmoeten met het doel om informatie te verzamelen om die vervolgens tegen de generaal te gebruiken. Hiermee trachtte Dijkshoorn Reinders in diskrediet te brengen, waardoor de minister de aftreden van Reinders kon bewerkstelligen. Het mag duidelijk zijn dat deze wijze van handelen op zijn zachtst uitgedrukt in hoge mate onhoffelijk is. Brongers, die een biografie over Reinders schreef, vraagt het volgende hierover. Ik citeer: dat generaal Reinders over de handelswijze van Dijkshoorn verbitterd was, is te begrijpen. Het is hem nog lange tijd bijgebleven. Ook emotioneel had het hem aangegrepen. In een op 18 juli 1960 gedateerde brief aan een man als het luitenant-generaal bevorderde Wilson kon hij zo'n hart luchten. De door Dijkshoorn bij dit alles gespeelde rol heb ik in de hoogste mate betreurd en stempelt hem in mijn ogen tot een karakterloos en weinig betrouwbaar man. Ik heb hiervan in de laatste door mij bijgewoonde ministerraad duidelijk blijken, hetgeen hem aanleiding heeft gegeven mijn aftreden te eisen en daarbij de portefeuille kwestie te stellen, waarmee hij succes heeft gehad. Aan het afscheidsbezoek dat ik hem bracht, trachtte hij nog een min of meer kameraadschappelijk karakter te geven. Daarop heb ik hem gezegd dat ik dit bezoek als een hoogst onaangename plicht beschouwde en hoopte dat dit onze laatste ontmoeting zou zijn. Deze hoop is tot mijn voldoening in vervulling gegaan. Einde citaat. De reacties op het ontslag van Reinders waren niet mals. Generaal Roel, de oud-commandant veldleger, zag de samenwerking tussen de generaal en de minister alsof Reinders een bemoeizuchtige schoonmoeder op het ministerie van Defensie had zitten. Petrus Wilhelmus Best, de commandant luchtverdediging, gaf zijn visie op een meer filosofische wijze. Ik citeer: ik moet u zeggen dat ik dat zo lang niet zou hebben kunnen verdragen, dat strategisch beleid. Wanneer men een zware patiënt overgeeft aan een zeer bekwame chirurg, dan doet men dat in vol vertrouwen. Dan gaat men niet zeggen dat hij zijn mes zus of zo moet houden of dat hij niet te ver moet snijden. Zo is een opperbevelhebber heel goed te vergelijken met een chirurg. Of een ander voorbeeld, met een dirigent van een groot orkest. Dan kan men wel zeggen: ik wil de overture Tannhäuser horen, maar men kan niet zeggen: ik wil het begin langzaam hebben en het laatste gedeelte snel. Of ik wil dat je dat stuk eruit laat. Nee, die man moet je dat vol vertrouwen in handen geven en niet mee gaan dirigeren. Einde citaat. Ook generaal Reinders zijn chefstaf, generaal-majoor Karstens, legde zijn taken neer waardoor het gehele opperbevel vervangen werd. Een hoogst gevaarlijke situatie doordat de krijgsmacht tijdens deze periode van hoogspanning tijdelijk stuurloos kwam te staan. Bovendien ging hiermee kostbare tijd verloren. Het nieuwe opperbevel zou zich eerst moeten inwerken totdat deze op de hoogte waren van de huidige stand van zaken. Dit alles zou veel tijd kosten. Tijd die er maar beperkt was. In de volgende aflevering zal uiteindelijk beschreven worden hoe Winkelman het stokje overneemt en hoe hij uiteindelijk tot zijn strategie kwam die ervoor zorgde dat Nederland al spoedig moest capituleren. Bedankt voor het kijken.